welkom bij een nieuwe video. Zoals je in de titel kan lezen, ga ik make-up testen. Oh my god, ik heb hier heel veel zin in. In de titel staat ook wat we gaan testen. We gaan vandaag Noosh Beauty testen, ontdekken, voelen, ruiken. We gaan het allemaal doen. Hier is het pakketje. Ik heb het besteld bij de Douglas. Want er was korting, dus ik dacht, let's get it. Noosh Beauty is het merk, make-up merk van Anna Nushin. En meer weet ik er eigenlijk ook niet over, dat zeg ik heel eerlijk. Ik heb gezien dat ze het heeft gelaunched. En ik dacht, I want to know what it's all about. Ik wil het zien. Ik wil kijken of het dark skin proof is. Niet geheel onbelangrijk. Want niet alle make-up merken zijn dat. Dus we gaan even kijken. Ik ga het doosje even openmaken. Ik heb een lekker theetje erbij ook. Even lekker. Volgens mij is hij nog een beetje heet. Oh, lekker. Ik heb hier een spiegeltje staan. Dus als ik naar beneden kijk, dan kijk ik naar mezelf. Maar goed, let's get it. Daar gaan we. Oké. Oh ja, ik had er nog iets bij gekregen. Wat is dit? Een face primer. Die gaan we dus ook op mijn gezicht smeren. Om te kijken of dat wat is. Ik gebruik altijd de primer van The Ordinary. Deze. Maar nu heb ik er nog eentje bij. Dus ik ben benieuwd. Die gaan we ook gewoon gelijk proberen. Dan is dit het pakketje wat ik heb besteld. Want ik heb een pakketje besteld. Met een aantal producten erin. En volgens mij heet deze Golden Hour. Tenminste, dat staat erop. Golden Hour. En dan Noosh. Nou, dit is Anna Nushin zelf. En nog twee andere modellen. Anna, ik mis wel een donkere vrouw hier tussen. Dat zeg ik heel eerlijk. Maar dat pakket, het ziet er leuk uit. Het ziet er leuk uit. Het ziet er zeker wel goed uit. Op de achterkant staat ook iets. We love because it's the only true adventure. Op de achterkant. Dus ja, het ziet er mooi uit. Alleen, ja, ik mis gewoon een mooie melanin woman tussen deze drie mooie vrouwen. Hoe dat gaat. Volgens mij kost dit pakket €49. Ik heb hem met korting gekocht. Volgens mij was hij iets in de 30 toen. Zitten de producten hierin. Heel mooi verpakt ook. Oh, oeps. Mooi verpakt met een stickertje erop. Mooi. Ik vind dat het er luxe uitziet. Het heeft een luxe uitstraling. Voor mij. We gaan hem even openmaken. Oké. Oh, er zitten ook nog kwastjes bij. Dat wist ik allemaal niet, joh. Oh, er zit een kwastenset bij. Ik had dat niet gezien. Oh, oké. Nou, zo zit het in het doosje. Ik probeer het even zo op te houden dat het er niet uit valt. Oh, ik ben helemaal verrast door die kwastjes. Die ga ik dus ook meteen gebruiken. Nice. Leuk. Oké. Eén voor één. Wij hebben hier de Noosh Setting Spray. Kunnen we dit goed zien? Ik denk het wel. Noosh Setting Spray. Ik ruik niks. Nee, ik ruik niks. Mooie kwastjes. Mooie kleur. Crème kleurig. Met daarop Noosh. Ja. Brow gel. Kunnen we... Ik moet zeggen, jullie vriendin heeft van zichzelf niet zoveel wenkbrauwhaar. Dus
Ik heb mijn wenkbrauwen ook al gedaan. Dit ruikt wel. Dit ruikt. Daar ben ik heel benieuwd naar. Kan je dat goed zien dan? Ja. Die kan nog eens heel mooi gaan zijn. Die gaan we ook even ruiken. Oh, die ruikt lekker. Heel lekker. Paletje. Ik dacht dat die iets groter was. Dat dacht ik. Ja. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Zo. Mooi. Hier kan ik wel iets mee. Oké, Noes. Oké. Oké. Pigment. Tenminste, dat moeten we nog maar zien als het op mijn arm gaat. Maar dat gaan we wel even. Oh. Nee. Oh, die is wel heel mooi. Oh my god, die is heel mooi. En dan hebben we nog die donkere. Even kijken. Die matte. Oké, nee, deze is wel mooi. Die is mooi. Die is mooi. Die is gewoon iets minder. Maar het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Oké, dus wij gaan voornamelijk oogschaduw testen. Dus wat ik ga doen is mijn oogleden prepareren voor de oogschaduw. En dat doe ik eigenlijk. Oh nee, we gaan die. Wacht, nee. We gaan eerst die primer aanbrengen. Dat is wel gek, mijn vinger zit er nu zo uit. Het laat ook iets wits achter op mijn gezicht. Is dat te zien op die camera? Het lost niet helemaal op. We gaan gewoon door. Dat was mijn box die uitging. Dan doe ik altijd een oogschaduwprimer op. En die doe ik op van P. Louise. Het schijnt de beste te zijn. Ik moet zeggen, ik ben er erg tevreden over. Ik gebruik eigenlijk ook geen verschillende primers. Ik gebruik alleen deze. En it does the work. Het doet het. Ik zit even te kijken welke kleur dit is. Oh, 6. Kleur 6 staat erop. Die doe ik met dit kwastje. En het maakt wel echt verschil. Wat ik dan doe. Ik zet die primer die ik net heb aangebracht. Die zet ik altijd met loose powder van Laura Mercier. Dit is de Holy Grail. Dit is die hele poeder. Dit is hem. En waarom ik die poeder over die primer op mijn oogleden aanbreng. Is zodat als ik de oogschaduw aanbreng straks, mijn kwastje niet blijft haperen. Zeg maar omdat die primer, dat plakt natuurlijk een beetje. En doordat ik ga 2 lookjes maken, dus 2 verschillende ogen. Maar niet hetzelfde. Zodat ik een beetje al die kleuren een beetje kan testen. Altijd even aftikken, zag je dat? Daarom moet je aftikken. Zo, even zo. Even checken wat dit doet. Daar gaan we. Oké. De oogschaduw al in een soort wing aanbrengen. Zodat je meteen dat liftende effect echt krijgt. Een beetje schijn eigenlijk. De kleur hier. Oh, hij was niet eens in beeld. Ik ga stuk. Is hij er? Ja, nu.
die. En ik denk dat die heel mooi gaat zijn op mijn huidskleur. Even kijken. Ja, woe! Dit dacht ik al. Love it. Die eerste kleur die ik heb gebruikt. Om even die harde randjes even weg te halen. Zo. Om dat wel weer iets te verduidelijken. En zoals je ziet, zie je meteen het verschil. Zo, goedemorgen zeg. Ik hou hiervan. Het geeft die mooie nude-achtige look. Love it. En dan in de inner corner. Mooi. Ja, ik kan niks anders zeggen. De eyeliner zit erop. Ja, die zit erop. Dan gaan wij mascara aanbrengen. This is another holy grail. Better than sex, Too Faced. Ik zweer bij deze mascara. Maar dan moet ik heel eerlijk zeggen dat deze van Queen Tarzi niet onder doet. Ze zijn volgens mij ook beide even duur. Dit is de Royal Mascara en dan de lengthening. Wat we gaan doen? Goeie. Ik ga deze gebruik ik hier. En dan gebruik ik die van Queen Tarzi op die andere oog. Ik begin altijd met één laagje. En dan wacht ik totdat die een beetje opgedroogd is. En dan doe ik nog een laagje. En daarna doe ik nog een laagje. Because we can. Yes. We gaan nog een keer een mascara laagje doen. Want ons niet bellen. Ik moet zeggen, het kwastje pakt het product goed op. We gaan weer even dikken. En dan gaan we hem even aanbrengen. Oké. We gaan wel voor de wing. Die gaan we in het... Oké. Die zie je ook wel goed. Die gaan we in het midden aanbrengen, wou ik zeggen. Oké, Anna. Hallo. Er had iets meer pigment in kunnen zitten. Ik kan zeg maar er nog doorheen kijken. Snap je wat ik bedoel als ik dat zeg? Neem niet weg dat het wel mooi is. Die gebruiken zit een kleine shimmer in. Ik draai de kwast om aan de andere kant. En die gaat denk ik perfect samen met die andere. Die gaat all over the lid ook. Oh, er gebeurt helemaal niks. Oké, ik dacht dat dit roze was. Maar het is gewoon goud. Het is goud.
Nee. We gaan terug naar die andere. Nee. Dat was niet de bedoeling. Dus we gaan er weer overheen. Oh, maar je ziet het er doorheen. Oké. As if nothing happened. Pak dat andere kastje er weer bij. Even samen blenden. Zo. Gaan we. We gaan die van Queen Tarzi doen. Die is trouwens wel toe aan vervanging. Heel ander borsteltje, but it does the work. Is van Rare Beauty. En ik gebruik de kleur 450N, gekocht in de Sephora afgelopen januari in Parijs. Met dit kwastje. Daar gaat vervolgens deze poeder overheen. En dan kom ik weer bij jullie terug. Concealer aangebracht. Ik heb die poeder aangebracht. Lekker ook weer omhoog. Je ziet ook dat liftende. I'm living for it. Kara's. Even kijken. Mooi. Aanbrengen over mijn hele gezicht. Dat doe ik met deze Bolero poeder. Zoals je ziet, ziet er ook uit alsof hij gebruikt is. Guess what? Hij is ook gebruikt. Look at this. Dit is eigenlijk een bronzer. Maar ik breng hem helemaal aan over mijn gezicht. Because regels? Die kennen we niet. Wat lief? Nee. Die kennen we niet. Ja. Ja, daar ben ik weer. Mijn batterij was leeg. Gezeur. Dus ik heb de rest van mijn gezicht gedaan. Ik heb wat blush aangebracht. Ik heb wat highlighter aangebracht. Ik heb de onderkant van mijn ogen gedaan. Dan gaan wij het glossje proberen. Nogmaals, heel lekker ruikt. Oh. Ja, ik wist al dat ik dit nooit zou vinden. Ja. Lekker nude. Glosserig. Voelt lekker aan op je lip. Ja. Ja. Dit is hem. Dit is het glossje. Deze gaat in de handtas. En mij niet meer bellen. Moet dit iets doen? Oh ja. Ik zie wel verschil. Goedemorgen. Oh, ik had een grote mond, maar... Het is gewoon wel mooi. Daar was hij. Oeh! Dit ruikt naar bloemetjes. Oké. Nush Beauty. Wat vonden we ervan? Want dit was het. Wat ik ervan vind. Eerlijk, dat paletje. Die brow gel waar ik heel stoer over deed. But it's working, dus hou ik van. Dat is mijn favoriet. Dit, wat ik al zei, dit gaat in mijn handtas. Dit ga ik gebruiken totdat het op is. Dit is, ja, ik hou van dit soort natuurlijke glossjes. Heerly. Love it. Dit is mijn favoriete product. Goed, ruikt lekker. Het is denk ik wel iets wat je blijft ruiken. Maar ja, ga ik ook wel gebruiken. Een mooi formaatje. Past goed in een tas of iets. Of als je op reis gaat, kan dit makkelijk mee. Ik moet zeggen dat die producten, ik vind ook dat ze er mooi uitzien.
Ja, heeft Anna goed gedaan. If you made it tot het einde van deze video, dankjewel voor het kijken. Ik ben van plan wel meer make-up content te gaan maken. Want ik adem make-up. Ik vind make-up geweldig. Ja, dus dat. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Oké, daar ben ik. Heel snel. Ik heb dus net al die make-up eraf gehaald. En dat deed ik dus met een van die doekjes, wat ik eerder liet zien. En toen begon dus overal waar ik oogschaduw had aangebracht, zwaar te branden. Like, er zit denk ik iets in waar mijn huid dan niet zo goed tegen kan. Dus dat wou ik toch nog even vermelden. Ik denk, ik doe maar even een maskertje meteen op. Gezeik, dat is overigens ook eentje van Simple. Ligt hier naast me, maar ligt iets op, dus ik ga hem niet pakken. Maar ja, ik dacht, laat ik dat toch eventjes vermelden. Dat als ik dat dus op heb, ga ik het niet meer schoonmaken met een doekje. Nou, dat was hem echt. Bedankt voor het kijken. Mwah.